Nee, die vond me niet. Dus links, links, rechts, rechts. Ah, het was dus gewoon een grap. Mensen, vandaag. Toen had ik gewonnen. Mensen, nu. Ik heb een paardenpoot gevochten. Mensen, kutjes. We zijn hier. Je hebt mijn aandacht. We zijn. Vandaag zijn we hier met een nieuwe pack opening. Ik ben hier vandaag met Raoul en Gert Muller. Waarom? Omdat wij het testen gaan pakken. Nee, ik heb dus toevallig weer Elite gehad dit weekend. Zo, je bent goed. Ja, je hebt twee keer Elite gehad wat daarvoor jouw record was, weet je wel. Nu is het soort van nog wel... Oh? Wat is dit? Nee, je gaat niet die vis, die 5K. Hey, als je nou niet stopt met pikken haten... Hij heeft 75 euro betaald voor iemand die zijn weekly doet. Ja. Die video moet wel 10 minuten zijn. Ja, daar ben ik mee eens. Ja. Nou, huid is echt heel slecht, man. Ja, ik eet natuurlijk al sinds de quarantaine alleen maar pizza. Nee, nee, dat... Een lopen schop of zo. Oh ja, dat was... Nee, dat is van de douche. Maar ik heb ook een soort van rimpels, ik word oud. Ja. 25 deze maand. Je moet die douche ook niet tegen je hoofd aansturen. Je moet onderstaan. Ja, die straal van mij is hard, jongen. Dat is niet normaal. Hebben jullie al zonder mijn douche gestaan? Nee. Waarom zijn wij onder jouw douche? Jij sowieso, maar dat is gewoon als ik niet thuis ben, ga je in mijn bad liggen of zo. Ja. Dit zijn echt goed, deze packs. Nee, maar ik heb dus Elite packs en dus weer drie display packs. Ja, zeker. Oh! Hey, deze waren niet... Vergeet dat niet, hè. Kan je niet vragen of iemand jou in Division Rivals naar Divisie 1 wil halen? Nou... Dat je een soort van standaard Rivals van hebt. Een soort combi-deal. Een combi-deal, ja. Oh! Hennessen. Oh! Hé, hey, geen één border spelen. Natuurlijk heb je er niks uit, joh. 35 kapings, want dan hadden we een border spelen gekregen. Slecht. Sivo of Voas. Oh! Dat is niet leuk, man. Nee, is nooit leuk geweest. Ah, is onzin. Champions League kaarten zijn wel leuk, maar dit is niet. Wanneer wordt het tijd dat je eens een keer stoelen gaat kopen voor ons? Dat is eigenlijk wel goed. Dat we hier op onze knietjes moeten zitten. En dan buiten de video's. Zit wel dit. Op een gegeven moment wel klaar mee te hebben. Nee, heb je elke keer... Oh! Heb ik 3 gehaald? Ja. Ik heb mijn best gedaan deze week. Ik vind het vooral leuk, die rewards vind ik het allerleukste voor de persoon die volgend weekend jouw weekend league gaat spelen. Want die kan dan weer de munten gebruiken van beter team. Ik weet niet waar jij het over. Waar zijn mijn dingen heen? We zijn eruit gehaald. Maar als ik nu dit open, dan krijg je dat te zien. Ja, maar die zijn eruit gehaald. Omdat ze geglitcht waren. Dit meen je niet. Ja. Wat een gezeik! Wat is er nou gebeurd? Ik heb het even gemist. Wat het was, is als jij je player picks opende, dan kreeg je niet zeker gegarandeerd Van Dijk! Oh mijn... Dus dan was het zo dat als jij... Maar hij is zo'n verschrikkelijke... Jij dacht het echt? Ja, maar ik had niet gekeken vooral... Ja, wel, maar ik had... Wat een verschrikkelijke... Maar ze hebben het dus uitgehaald. Ja, dat boeit me niet. Ik vertel een verhaal. Ik ben gewoon genaaid. Mijn spelers zijn weg. Nee, die komen weer terug. Discord ik weer al die spelers. Oh ja. Ja, die dingen zijn allemaal 3K waard nu als ze in de liga spelen. Maar dat geeft niet, want je speelt toch zelf niet meer. Ik bedoel, je hebt het toch niet meer nodig. Je had gewoon Elite met dit team en daar ben je gewoon vertrouwd mee. Ja, maar klopt. Ik heb hem al gelopen. Ik heb het al gedaan. Fuck it. Komt ie. Geen gezeik. Fuck it. Kom op. Argentinië. Nee. Nee. Ja. Ramos. Ja. Yes. 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 Fucking goed. Ja. Oh. Godverdomme, wat goed. Oh, wat lekker. Oh, wat goed. Want 200k. Ramos. Bro, je moet hem gewoon gebruiken. Wacht, nu kun je eindelijk... What the fuck is dit nou weer, joh? Hoe kom je hier aan? Heeft die gast het gekocht voor jou? Die gast? Ik gewoon, hè? Hier kun je Ramos niet in doen. Nee, dus ik ga hem gewoon verkopen. Heb je een millie? Nee, joh, Ramos moet je gebruiken, man. Dat is toch gewoon een goeie millie? Ja, die lekker verkopen. Die heeft toch kutwerk, hè? Ja, die heb je Aguero niet verkocht nog. Jawel, maar die heeft die gast weer teruggekocht. Voor die vent is dit gewoon een soort van lekker. Hij had toch wel Elite lekker spelen met spelers die ik nooit zou kopen. Omdat het mijn geld niet waard is. Gewoon lekker even. Gewoon lekker even. Gewoon lekker. Ja. Oké, nou leuk verhaal. Ik heb trouwens al deze spelers ingeleverd in die La Liga SBC. Maar Eda, de Mie. Je hebt ook ingeleverd. Tielemans, 200k. Snelle opbouw. Is dat goed? Dit is mooi, dit is mooi. Je hebt geen idee wat dat is. Ik heb geen flauw idee. Wat betekent dit precies wat je nu aan het noemen? Je moet kijken hoe die gast speelt. Hij speelt 4-2-2-2. Ja. Maar boeien, als je goed bent, kan je met elke opstelling toch doen, hè? Ja, dat weet ik. Wat een lul. Nou mensen, de player picks hebben jullie nog van mij te... Goed. Mensen, jongens en meisjes. Over 6 uur begint het team of the season van de Bundesliga. Kijk, hier was ik naar op zoek. Dus je hoort, ben ik net wakker. Maakt niet uit. Hallo Vio fan, dank voor je geduld terwijl we het probleem aan het oplossen waren. We hebben nu de juiste pakket aan je toegewezen. Je vindt deze in de sectie mijn pakket in de winkel. Oh, claim je nieuwe items. We hebben dus 3 player picks die we gisteren niet konden doen, want er zat een glitch in. Ja, hey, boeien. Jammer. Maakt niet uit. Gaan we doen is de vraag. Of denken we toch van, we doen het gewoon alsnog niet. Dat zou toch jammer zijn, moet ik zeggen. Hé? Hey? Oké, kom op. Ik wil Messi. Geef mij Messi. Alsjeblieft, geef me Messi. Alsjeblieft, ik wil Messi.
Messi. Kroos. Wel hoog, maar... en Ødegaard is wel goed, dat is wel een goed kaartje. Als we even heel eerlijk zijn. 3-star weakfoot is jammer, maar een kaartje is eigenlijk een stuk beter dan Kroos. Maar Kroos is wel 96, maar die Ødegaard is wel... Hoe is die Ødegaard waard? Als die Ødegaard veel meer waard is dan die Kroos, dan ga ik natuurlijk voor Ødegaard. Anders gaat iedereen straks weer zeggen, Koen, je snapt er helemaal niks van. Maar op zich gaan ook weer wat in zit. Ødegaard is 193k. Nou, dat zal niet veel verschillen met Kroos vrezen. En Kroos is wel 96, die kan ik wel inleveren in een SBC, dat is wel lekker. Kroos is 179. Nou, weet je, we gaan lekker voor Kroos, lekker die rating. Prima, niks mis mee. Ons Kroos! Dit is niet traag hoor, dit. Jezus. De volgende. Kom op. Messi. Niet weer Kroos. Messi. Dit is slecht. We hebben Kroeze. Nou, die is echt heel slecht natuurlijk. Nou, wel goede stats daar niet van. Maar we gaan nu wel voor Ødegaard. CC. Raar speler, moet ik zeggen. Oh, wat raar. 37 stelling, 62 sprintspeed. Wat raar. En we hebben bijna Messi, maar nog niet helemaal. We gaan voor Ødegaard. Hey, maar dit kan niet. Ik moet er wel minimaal één goede krijgen. Kom op. Suarezje ook goed. Suarezje. Messi. Geef hem Messi. Nou, wat slecht. Oblak, wat slecht. Nou, dat hebben we 6. Nee, voor SBC's is het prima. Maar ben ik er blij mee? Absoluut niet. Voor mij is dit echt de slechtste die ik kan krijgen ongeveer. Het is echt ongelofelijk. Helaas, dikke pauperkaas. Maar mag ik klagen? Absoluut niet, want we hebben niemand minder dan Sergio Ramos gepakt. Kijk nou, oh, Kroos had ik ook al. Ik moet nog even kijken, want die Sergio Ramos is wel goed, heb ik gehoord. Om die even in het team te plaatsen in plaats van Dijk of zo, of in plaats van die fan. Maar moeten we... Oh, en ik heb Carvajal ook trouwens. Heb ik die verkocht? Nee, heb ik ook nog trouwens, denk ik. Nee, ja, daar staat hij. Oké, ik ga even uitzoeken hoe ik een goed team kan maken. Heb je nou een idee hoe ik een goed team moet maken? Laat het achter in de comments. Zou ik... fijn vinden. Dames en heren, jongens en meisjes. Jullie hebben mijn packjes gezien. En ik heb weer een volledig nieuw team. Dit team. Ah, en het team wordt dus gewoon elke week beter. Dat is toch absoluut fantastisch. Ik vind dat echt schitterend. Op goal hebben we Ter Stegen. We hebben Carvajal. Die ik gepackt had. Ik zei Carvajal. Was in the heat of the moment. Ik was gewoon enthousiast. Oké, sorry. We hebben naar Sergio Ramos. Oh, eerste eigenaar Sergio Ramos. Even kijken of die waard is op dit moment. Nog een lekkere 900k. Dat is toch jammer. Hij was namelijk eerste miljoen. Maakt niet uit. We hebben naast Prime Moments Cannavaro. Nou, dit is een kaart, dat is niet normaal. Hij is wel een tand te klein, maar voor Millie, 900k kan je niet echt fout. 50 pace, 98 defending, 90 physical. Vind ik lekker. Hebben we Robertson. Robertson nog steeds. Zeedorf, mid Zeedorf. 4 skills, 4 weak foot. Lekker kaartje, niks mis mee. Sissoko uiteraard, die gaat gewoon niet meer weg. Sissoko gaat gewoon niet weg. Hebben we Richarlison. Ja, ik vind dat persoonlijk een echt lekker spelertje, dus helemaal top. Hebben we Sun, Max. Zonnetje uiteraard. En niemand minder dan Koen Aguero. Dus ja, het team ziet er nu zo uit. Ik vind het echt lekker. Op het bankje, niemand minder dan. Ja, Cissé. Ja, hij is een bijzondere speler. Laten we daarop houden. Kroosje ook gepakt, maar ja, Kroosje, ja, ook spelen. Stel dat ik aan het eind van Team de Season, dan heb ik toch een verschrikkelijk goed team. Dat is ongelooflijk. Dan heb ik gewoon 10 jaar Messi, 10 jaar Ronaldo. Die ga ik. Messi ga ik niet meer pakken. Maar Ronaldo misschien wel. Wie weet. Deze gast heeft een apart team. Die Reguilon, hè, die ziet er niet goed uit. Volgens mij krijgt hij een Tia. Mensen, dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij even een gloednieuwe wedstrijd. We spelen vandaag Napoli AS tegen Duimpie FC. Oh, ik nog steeds Duimpie FC. Ik moet mijn naam veranderen. Ik moet echt mijn naam veranderen. Dit kan niet meer. Ik wil graag dat jij, die nu kijkt, een naam achterlaat voor mijn nieuwe club. Ja, niet mijn nieuwe club, want mijn club hou ik hetzelfde. Maar ik heb een nieuwe naam over mijn club. Laat achter. Degene met de meeste likes, daar ga ik mijn naam in veranderen. Nou, dit wordt wat. Dit wordt een heel slecht idee wat ik doe. Maar maakt niet uit. We doen het ermee. Pak hem aan. Die kan niks met rechts. Wel met links. Maar we hebben natuurlijk team om te zien te steken op goal. Helemaal niks mis mee. Nou, dat spelletje moet ik zeggen. Oh, hier stap ik niet echt lekker in. Hier ook niet. Oh. Gaat die ons Sissoko. Hats. Lekker. Hartstikke ideetje. Valt ik terug op Sissoko. Ja, Sissoko. Ah. Richarlison. Chippy. Je bent slecht. Ja, ik blame het toch denk ik op de delay. Moet je even kijken, jongen. Hey, scheidje. Dank u. Mensen, ik wil jullie graag welkom heten bij de allereerste vrije trap ooit. Die ik ga scoren in mijn leven. Wie staat dat voor bal? Son, is dat de beste? Son heeft wel aardige stats, moet ik zeggen. Ja. Weet je wat? Dan schieten we hem gewoon even binnen, die bal. Bam! Echt verschrikkelijk slecht. Ik snap helemaal niks van die vrije trap. Is er niet een goede tutorial voor? Ja, vast wel, maar ik ben zo verschrikkelijk lui. Nou, dat is absoluut niet waar trouwens. Maar wel als het gebied gaat om het leren van vrije trap op FIFA. Ja, hoeveel krijg je zo'n ding nou? Nooit. Ik niet in ieder geval. Ik verdedig altijd alleen maar. Wat? Dit is niks. Oh, nee. Nee. Oh, wat slecht. Het is heel goed uitgespeeld. Ik word helemaal weggespeeld, jongen. Jongens, als jullie deze video liken, dan kunnen we deze pen winnen. En op deze pen staat een beertje. Nou, wie wil dat niet? Is dat niet even super cute? Kleine hashtag, dat is wel cute in de comments. Ik wil graag een kindvriendelijk kanaal worden. Oh, dit is goed, Richarlison. Oh, Richarlison, oké. Okay. Oh, Richarlison is lekker. En dan wordt hij weer ingehaald. Maar hoe kan dat nou? Je bent er zo dik langs, man. Ik kan er met mijn kop niet bij, hè. Altijd hetzelfde verhaal. Even serieus, dit is ook gewoon zaterdag op zondag. Waarom de fuck zou je nu niet weekelijk doen? Maar Division Rivals, dat staat helemaal nergens op. Ga lekker weekelijk doen, hè. Als je zo graag wil balrolletjes. Hè? Laat mij lekker met Division Rivals doen. Lekker tegen noob spelen. Wat is dit dan voor bal? Ja. Aguero, dit is geen slecht schot. Dit is schot. Nou, dus rust, ik sta 1-0 achter. Nou, ik heb mijn tijd niet zo geërgerd aan een potje FIFA, moet ik zeggen. Oh, jongens, ik word helemaal niet gehoeven. Nee. Nou, hij is ook gewoon niet slecht, voor mijn gevoel. Nou, wel, maar niet. Nou, 2-0 zeker. God. Hallo. Boom. Nou, oké, Aguero met een 3-1. Nou, dit was een easy goal.
ik word niet goed. Ik word niet goed. Ik word gewoon helemaal kapot gespeeld. Ik ben verschrikkelijk slecht. Mensen, we zijn volledig van de mat gespeeld. Mag je ook wel eens zeggen. Deze tegenstander was duidelijk beter. Ik denk dat dit een top 100 speler is. Mensen, ik hoop dat je deze video leuk vonden. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Ik zie jullie graag bij de volgende video. En dan zeg ik dat... Bedankt voor het kijken. De groeten. Later. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. In mijn tuin was of beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen. Beetje jong en onbezonnen. Zit ze zelf voor op FIFA en ging onderweg en tonnen. Wauw. Je ziet mijn haar en je denkt daar komt het dubbel in. Kocht beter zeker. Hoe heet een Zweedse condoom? Pippi van Kous. Nee, dit is echt verschrikkelijk slecht. Stuur alsjeblieft nieuwe moppen. Oh mijn god.